eigenlijk wel heel erg nerveus. Ja, ik moet gewoon zelf ook kiezen tussen twee jurken. Dat vind ik echt super moeilijk. En ik hoop gewoon echt dat er een, ja, dat ik ook zo'n wauw moment heb. Ja, de grootste uitdaging is toch wel of de jurk dus dan inderdaad goed past. En ja, de smaak van de bruid. Als zij de jurk aan doet, hoop ik natuurlijk dat ze hem heel mooi gaat vinden. En dat hij precies bij haar past. En nou ja, may the best win, hè, zeg ik altijd maar. Ik ben trouwens op het strand, dus ik heb voor een jurk gekozen die een beetje luchtig is en soepel valt. En waar ze zich makkelijk in kan bewegen. Ze wil natuurlijk op het paard, dat was haar wens. Dus daar heb ik zeker ook rekening mee gehouden. Ja, ik denk al dat ze de jurk heel mooi vindt. Ja. Ja, ik heb er wel een heel goed gevoel over. Ja, ik hoop dat die mooi valt. En dat het haar dream dress is, want dat is wat ze graag wil. Ik heb geen idee wat de andere designer gedaan heeft. Ik schat mijn kansen, god, moeilijk omdat ik natuurlijk niet gepast heb. Ik denk zo'n 85%. Ik hoop 100. Ja, het is een hele romantische jurk, maar het is wel modern. Het is niet tuttig of zo dat je denkt, oh, dat is echt zo'n super traditionele jurk. Het is echt een jurk voor het strand en ja, ik denk dat het heel goed bij Marloes past. Ik denk dat de een iets statiger zal zijn en het andere iets romantischer. En ik denk dat ik richting romantisch ga, denk ik. Oh, mooi. Wauw. Ik vind het lijfje echt heel mooi met kant. En ik vind de onderkant ook echt heel mooi. Oh, mooie jurk zeg. Ik vind het kant heel stoer en het, ze is politieagenten, dus dat past bij haar. En het chiffon, dat geeft een hele zwoele look en omdat ze op het strand trouwt, lijkt me dat fantastische blik. Ja, ik vind het heel mooi. Ik denk dat hij aan mijn kant zijn. Ja, ik heb natuurlijk de bruid één keer ontmoet en ik had echt wel een klik met haar. En ze mocht natuurlijk niet zeggen wat voor stoffen ze mooi vond of welk model. Maar ik had wel het gevoel dat ik het wel een beetje in kon schatten bij het type. Hij voelt heel fijn, maar hij voelt ook heel anders. Dat is de grap. Ik denk, ik weet gewoon niet wat ik zo direct weer zie. Oh, oh wauw. Oh, ik vind hem echt heel mooi. Oh. Oh. Het is kant, maar het is... Kijk dan hoe mooi. Ik bedoel, het is... kant, maar ja, het is zo mooi. Het zijn twee echt hele mooie jurken, ook echt heel anders. Maar hoe ga je dan kiezen ook? Ja, mocht mijn jurk niet gekozen worden, dan gaat de jurk naar de Linda Foundation. En ja, daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee, want het is een heel goed initiatief. Ze zijn twee totaal verschillende jurken, maar allebei prachtig. Geen idee. Ik vind het zo moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om een keuze te maken tussen beide. Er is niks van de andere jurk waarvan ik dacht, dat vind ik minder mooi. Heel benieuwd. Heel spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ja, omdat ik bij elkaars jurk niet gezien. Anders had je wel de inschatting kunnen maken. Weet je dan Ja, ik was super blij natuurlijk. Ze kwam helemaal stralend de trap af, dus ja, dat geeft zo'n goed gevoel. Het is mooi. Ja, mooi. Hij sprong precies zoals we wisten het van tevoren niet, maar we wisten dat hij zo moest zijn. Dat hij met kant, maar geen kant, inderdaad. Ja, dit leg is, het maar uit. Ja, hij is echt fantastisch. Hij is zo mooi. Ik vond het mooi om te zien dat mijn vriendin, die al zoveel mee is geweest, bij deze ook echt moest huilen en zei, oh, hij is prachtig, hij is precies wat hij moet zijn. En dat is hij ook, hij is precies wat hij moet zijn. Eigenlijk mijn eerste reactie, mijn blik ging af en toen dacht ik, die stof? Echt de stof? Ja, dat deed mezelf ook, want toen ik van de trap af kwam dacht ik echt, oh, mooi. Mooi om te zien, mooi om te voelen. Ja, het is goed zo, het is mooi. Ja, helaas. Deze staat ook heel mooi. Ja, het is een persoonlijke keuze die een bruid maakt en zij heeft voor deze gekozen.